Goedenavond. Vanavond Sonne Twan, die is op, in opleiding. Vanavond de infoavond. We zijn al dingen aan het klaarzetten. HV, we gaan straks om de auto heen met de mensen die hun hebben aangemeld. En ja, ik zal in de loop van de avond nog meer filmpjes maken erover. Ze gaan in ieder geval knippen in deze auto. Ze gaan om deze auto heen lopen, kijken wat er allemaal in zit. En achter in de kazerne hebben we nog een blind lopen. Dus door de rook heen lopen, op zoek naar een slachtoffer. Nou, we zijn inmiddels beneden. We hebben boven informatie gehad. De mensen hebben informatie gehad boven. We hebben gespeeddate, even kennis gemaakt met elkaar. En ze zijn nu bezig beneden om in praktijk dingen te doen. Ze gaan hier straks in die auto knippen. Ze gaan een rondje om de auto heen om te kijken wat er allemaal in zit. En achterin daar al. Gaan ze ademlucht en blindmaskers gaan ze door een rookruimte heen. Bewegend object waar je tegen. Dat zal ik zo ook even filmen. Ja. We gaan nu weer terug naar het HV-gedeelte. Hier hebben ze een rondje om de auto. Dit is de auto. Ricky. Nou, in totaal hadden zich 10 mensen aangemeld. Er zijn er 7 gekomen. 8 trouwens, waarvan er 2 weg zijn gegaan, 1 moest werken na een uurtje. En daar is het gebleven en daar gaan we nu even bij kijken. Ze zijn geblinddoekt en ze gaan zo zoeken naar het slachtoffer wat hier ligt. Dus. Ze zijn geblinddoekt, ze zien eigenlijk weinig. Alleen silhouetten. Dit was onze vlog vanuit de kazerne in Monnikendam. Volgende week is Twan er weer en dan zien we jullie weer. Tot volgende week.